Edwin Grunholz, welkom. Goed je weer te zien. Hoe was de eerste training vandaag? Ja, we hebben hard getraind toen we zeg maar gestopt zijn. En eigenlijk, we hebben nu even een klein groep, want er zijn nog wat blessures en jongens die er nog niet zijn. Dus we trainen nu een mannetje of 13, gaan we aanvullen vanuit het onder 21. Als het goed is, 21 zeg ik het goed. Ja. Mm-hmm. Dus, en dan gaan we deze week rustig opstarten en dan gaan we proberen heel te blijven, fit worden en lekkere wedstrijden spelen. Daar zijn we aan toe. Maar de eerste training was prima. De eerste training was goed. Nou, dat is goed om te horen. Bijna 9 maanden geleden, de allerlaatste wedstrijd, helemaal geleden. Kwik was 1 tegen Roda 46 voor de beker. 5-0 met het toen. Hoe staat het elftal ervoor vergeleken met die wedstrijd, die periode? We hebben ons goed versterkt, vind ik. Dus we zijn er, als het goed is, moet je altijd uitkijken wat je zegt. Je hebt geen beloftes, maar als dit zo bij elkaar blijft, hebben we denk ik goede transfers gehad in een moeilijke periode. Alleen we hadden toen wel... Het best wel aardig voor elkaar dat we met de selectie goed bezig waren. Denk in een goede periode zaten en toen werd het afgekapt door die corona. Ja. Helaas inderdaad, en dat duurde nogal lang. Selectie is wel kleiner ten opzichte van toen. Hoe kijk je daarnaar? We zijn nog niet klaar, dus er moet sowieso nog een centrale verdediger bij. Dus dat is één. Er is wat dreiging van 1 of 2 spelers die nog in de belangstelling staan van andere clubs. Dus ik hoop voor ons dat het alsjeblieft niet doorgaat. Dan zijn wij gewoon klaar, we hebben er hard voor gewerkt. En we hebben ook een goede selectie, dus dat wordt nog even billenknijpen. Maar verder vind ik dat we een goede selectie hebben en dat we weer beter zijn geworden. Kun je aangeven welke linie er mogelijk nog jongens vertrekken? Achterin kan nog eens wat belangstelling. Ja, ik weet niet of we er moeilijk over doen, maar voor Nijtjes nog belangstelling. Thean heeft nog wat proefwedstrijden gespeeld bij PVS. Maar ik hoop dat die jongens toch bij ons blijven. Ze zijn belangrijke spelers voor ons. Hoewel Thean nog niet voor ons heeft laten zien, maar wel de ervaring weten we gewoon dat hij voor Quick Boys belangrijk is geweest. En mijn andere clubs het al aardig heeft gedaan. Dus ik hoop ook dat hij blijft. Maar, en natuurlijk Confaris erbij en de Kipsluis. En ja, we hebben best wel aardige selecties staan. Vooral, ik hoop dat bij elkaar blijft. Dat zou inderdaad mooi zijn. Vooral voorin zijn er wel wat versterkingen bijgekomen. Betekent dat je op zich tevreden bent over het middenveld en de verdediging op die ene verdediger na? Wat je net Van der Banden is erbij gekomen natuurlijk. Rundekamp verleden jaar erbij. Ik heb nog niet heel veel kunnen spelen. Ricky Varen maakt goede indruk. Moet wel wat fitter worden, maar daar hebt u de tijd voor. Dus... alles bij elkaar, als je de namen opnoemt en zonder tekort doen, één verder gelijk met mijn eerste jaar, denk ik dat we weer een betere selectie hebben. En dat is ook het streven, het 5-jarenplan van dat we uiteindelijk daar willen eindigen als club zijnde. In die top van de structureel van de tweede divisie. Nou, daar is Quick Boys rustig naartoe aan werken. Dus dat zie je ook dat goede spelers voor ons aan het kiezen zijn. Waar we in het verleden nog wel eens misschoten, hebben we nu wel steeds rake klappen kunnen uitdelen in de transfer. Kun je dan iets aangeven voor welke positie Quick Boys dit jaar gaat? Ja, dat willen ze roepen, maar ik ga daar, die weet heb ik nooit gedaan. Ga ik nou ook niet doen, laat de voorzitter dat maar doen. Dus wij gaan gewoon elke wedstrijd strijd leveren. Dat is mijn passie. Dat is mijn doel met deze club. En willen ze helemaal ook eindigen. Ik moet natuurlijk ook iets aan je vragen over je nieuwe rol bij ADO Den Haag. Dat is een aantal weken terug werd bekend dat jij daar assistent trainer wordt in de eerste divisie bij ADO. Mooie stap. Wat betekent dat voor je werk hier bij Quick Boys? Nou, blij dat je hem vraagt, maar ik kan het ook in één keer goed uitleggen. In principe is het voor Quick Boys, heeft het geen consequenties in de zin van alle activiteiten van Quick Boys gaan op dit moment voorrang krijgen daarin. Dus die afspraak heb ik met ADO gemaakt. Ik kom eigenlijk mijn oude werkgever, ben ik aan het kijken op het moment dat het bij ADO allemaal stabiel is, ga ik gewoon bij ADO in dienst. En dan zal ik mijn oude werkgever gaan verlaten voor een periode, kijken hoe dat allemaal aan gaat vangen. Maar voor Quick Boys alle activiteiten heb ik voorrang. Oké, dus op het moment dat die tezamen een verplichting hebben, dan ben je altijd bij Quick Boys te vinden. Ik had ook bakker kunnen zijn, was bakker geweest, maar nu ben ik voetbaltrainer overdag. Dus ja, dat is mijn rol op dit moment. Alleen ja, goed, je komt wel het nieuws. En er zullen altijd mensen zeggen, jij gaat elkaar niet bijten. Ja, ik vind van niet. Jij zegt van niet. Nee, bij ADO zijn de activiteiten gewoon in principe overdag. In de ochtend. En natuurlijk vrijdagavond. Als we hier niet zijn, dan kan het wel zijn dat ik naar MVV moet. En dat ik de volgende dag hier naar Hardenberg moet, maar daar heb ik alleen last van. En de rest niet. Nee, dat moet vast ook te doen zijn met Oudertje. En tot slot zaterdag eerste oefenwedstrijd. Meteen de grootste tegenstander eigenlijk van de hele voorbereiding, denk ik, Willem II. Hoe ga je die tegenstander bestrijden? Ja, we moeten even kijken. Joh. We gaan lekker van ons eigen spel uit wat we willen. We hebben goede spelers. We missen wel wat spelers. Lewis en dat soort gasten. Kipsluis nu inzet, bij Rick Varen niet. Dus we moeten wel heel blij van. We hebben een groep van 13, 14 man. We krijgen wat aansluit vanuit de jeugd, waar je een goede indruk op me maakte. Er is wel eens wat over gezegd hier, dus als het kan gaan we zeker de kans geven en ze mogen zaterdag al in ieder geval een gedeelte meespelen, dus dat gaan we ook zien hoe we dat doen. Dus we gaan rustig die voorbereiding werken naar een mooie seizoenstart, dat is wel wat we willen.
Misschien daar dan tot slot nog een vraagje over, over de jeugd. Gaat hij dan met de wat kleinere selectie die dit seizoen is ook wat meer kansen krijgen? Ik denk wat mij betreft kan je niet zeggen dat ze de anderen geen kans hebben gehad. Alleen ik denk dat de samenstelling van deze selectie zeg maar, het maakt dat de jonge talenten wat sneller zouden kunnen doorstromen. Maar het is wel een grote stap. Maar goed, als ze goed genoeg zijn, heb ik bij mijn andere clubs laten zien. En als iedereen zich verleden daarin duikt, dat ik echt wel mee laat debuteren. Dus als het hier kan, heel graag. Dat zou mooi zijn. Veel succes alvast deze voorbereiding. Alsjeblieft, graag gedaan.